ik zeg altijd, ik ben Peter Toes en ik ben de aanzichter van al dit kwaad. Met tussen haakjes uiteraard. Het is mijn initiatief en ja. En daarnaast zijn er heel veel mensen die het waarmaken. Nou, dat idee is al lang geleden ontstaan. Eigenlijk had ik me bezig met de vorige operatrein. Dat was Alkmaar 750 en op dat moment hadden we een tentoonstelling in Alkmaar over Drebbel, heel toevallig. Of ja, misschien juist wel niet toevallig. En daar waren dingen van neergezet, de duikboot en dat soort zaken. En toen dacht ik, dat is een spannende man, daar kreeg ik veel meer mee. Die heeft veel meer spiritualiteit en avontuur om zich heen dan de trein zelfs nog. Er is wel een groot verschil met de trein inderdaad. Deze productie is breder in ieder geval. En, alle mensen die op een sleutelpositie staan, dat zijn professionals. Dus de regisseur, maar ook de schrijver, ook de componist. De mevrouw die de kleding ontworpen heeft, die decor ontworpen, zijn allemaal professionals. En het deel amateurs, dat is, zijn eigenlijk de mensen die het opbouwen vanaf de achtergrond en de mensen die in het koor zitten. En voor de rest heb je eigenlijk een hele zware crew van professionals. Zowel de theaterbegeleiding uit de Vest vandaan. Het Theater de Vest heeft ook is ook een co-producent van deze productie. En die leveren ook een enorme bijdrage. De inrichting van de locatie, dat is iets wat heel dicht bij mijn eigen vak zit, de architectuur. Ik spreek liever van ruimtelijke vormgeving. Dus ik heb het terrein een inrichting gegeven. Ik heb dit uiteraard ontworpen. En samen met de constructeur is daar een passend verhaal voor gemaakt. Dat is het ruimtelijke verhaal, het jasje over de opera heen. Het decor wat eruit is gemaakt, waar je hier ook een werkmaquette van kan zien. Dat is gemaakt door Kirsten Hutsenmakers. En Kirsten heeft het hele scenische concept bedacht. Dus er zijn wel twee duidelijke verschillen. Het is een decorontwerp, dat is van Kirsten Hutsenmakers. En ik heb het ruimtelijke concept gemaakt, waarin zij haar concept heeft kunnen plaatsen. Elk moment is in deze productie heel belangrijk geweest. Het is een productie waar ontzettend veel moet gebeuren, waar heel veel dingen op elkaar moeten gaan passen. De opbouw van het theater is al een huzarenstukje. Het is er nooit zo gemaakt, dus allemaal nieuwe dingen. En eigenlijk is alles elk moment daar hoogst belangrijk in. Je begint natuurlijk al met het creatieve deel, eerst bedenk je het, daarna moet het praktisch uitgevoerd, daar moet het uitgevoerd worden. De artistieke uitdaging is elke keer weer proberen het wonder van het theater te ontrafelen. Kijken of je in staat bent om emoties op te roepen, werkelijke emoties, en mensen te ontroeren. Juist te laten schrikken, bij wijze van spreken, maar om mensen te raken. De mooiste scène vind ik ook weer iets zo moeilijks, want het moet een geheel zijn. Dus, Het geheel moet mooi zijn. Dan is het pas. Dan, ja, er is altijd een scène waar bijzondere dingen in zitten. Maar ik maak de wereld, vind ik prachtig. En de eindscène als Drebbel uiteindelijk verschijnt. En alle mensen uit de stad Alkmaar niet aanwezig zijn en laten toch komen inhalen. Dat is heel ontroerend. Dat is een heel, heel prachtig moment. Ik ben Arno van Raaphorst, ik ben de muzikaal leider van Drebbel en ook de dirigent. Dat betekent dat ik tijdens de repetitie dus de leiding heb over de snelheid en de manier waarop noten en de interpretatie van de noten. En tijdens de uitvoering natuurlijk verantwoordelijk ben voor het feit dat alles muzikaal op rolletjes loopt. En dat dingen die niet helemaal gelijk zijn toch nog gelijk worden. Mensen die niet helemaal goed inzetten worden geholpen met gebaar, zodat dat alles weer gelijk aan het eind komt. En dat de muzikaal een interessante voorstelling klinkt. De repetities zijn heftig. Soms gaat het er heel heftig aan toe. Wat erg leuk is dat iedereen komt om een mooi resultaat neer te zetten. Wat lastig is dat het een allegaartje is. Het orkest is al eigenlijk een allegaartje. Er zitten een paar strijkers in, een paar blazers, slagwerk erbij, een klaversymbool. En dan zijn de blazers een blokfluit en een hobo en een trompet en een trombone. Dat is ook niet meteen een combinatie die je bij elkaar zou zetten. Bij de solisten hebben we echte operazangers. We hebben mensen met meer een musical achtergrond. En we hebben natuurlijk thee. Helemaal een geval apart. En het leuke is dat er zit een gezamenlijke drijfveer. Iedereen wil mooie muziek maken.
Maar om al die mensen dezelfde, alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen, dat is denk ik voor het hele team een enorme klus. Dus dat maakt de repetities ook heel spannend. Wat in de opera een heel spannend moment is, dat is de aria van de Italiaan. De Italiaan zingt een aria waarin hij heel vrij mag zingen. Hij heeft twee hele grote coupletten die ongeveer 2 minuten duren per couplet. Hij zingt vrij over de maat. Het orkest speelt heel strak. En we moeten na 2 minuten zorgen dat we precies op het juiste moment op de goede noot komen. Dat is echt een heel spannend stuk, omdat hij doet het elke keer anders. En hij heeft dus de verantwoordelijkheid om na 2 minuten op de goede plek te zijn. En ik moet de boel in de gaten houden. Het gebeurt soms dat ik op mijn partituur op die bladzijde ben met het orkest. En dat hij daar al is. Dus dan moet ik soms heen en weer bladeren om te kijken hoe ver ligt hij nu voor. Dan moet ik even rustig aan. Of ik moet zeggen, ga door als hij te langzaam is. En dat is echt een kunst- en vliegwerk aria. En ja, als het goed gaat is het fantastisch. Maar dat heeft zeker een risico. Want dat kan een van de voorstellingen ook wel eens gewoon misgaan. En dan ben ik wel heel benieuwd hoe we dat gaan oplossen. Tijd is eigenlijk zoek in de opera. Er zitten stukken in die echt oud zijn, oude muziek. Dus stukken die zo in de 17e, 16e eeuw gecomponeerd zou kunnen zijn. Er zijn stukken bij die in de 19e eeuw gecomponeerd zouden kunnen zijn. Er zijn stukken bij die doet heel erg aan Rachmaninov denken. Er zijn stukken bij, daar denk je aan Mozart. Kees heeft de hele muziekgeschiedenis eigenlijk verweven. En dan zit er ook nog popmuziek in. En er zit nog een tango in. Dus eigenlijk is muziek niet eens tijdloos, maar het is gewoon het raast door de tijd van hot naar her en gaat alle kanten op. Het maakt het niet moeilijk, want het is een organisch geheel. Dus het is alle tijden samen en dan toch is het een geheel. En dat is wel heel apart. Je hoort dingen weer terugkomen in een andere context. Je hoort dingen die heel zijdelings met elkaar te maken hebben, maar er is een hele grote lijn. De essentie van het stuk is dat er een vreemde eend in de bijt is. En dat is Drebbel. En dat er heel veel mensen op een bepaalde manier over hem denken. En dat het nooit helemaal duidelijk wordt wat nou eigenlijk de waarheid is. En wat mensen zelf van de waarheid gemaakt hebben. En dat het uiteindelijk goed afloopt, dat is heel fijn. Maar eigenlijk blijft toch altijd nog ergens boven het stuk hangen van, was het nou een goeierd of was het nou een slechterik? Ik denk dat die zoektocht naar de ware Drebbel, dat wordt niet opgelost, maar ik denk dat het wel de essentie is van het stuk. Komt er nog overheen en weet iets meer ruimte dan het krak. Precies. Dat moet echt nu even die. Linda Anneveld staat naast mij, kostuumontwerp van Drebbel. En ze heeft alle tekeningen gemaakt en alles bedacht wat we samen maken. Precies. Dus dit is ook Ineke Duifvoorde. Ine helpt met het uitvoeren van alle kostuums en alle goede feedback. En meer van dat soort belangrijke dingen. Wat mij zo fascineerde aan Cornelis Drebbel was, ik vertelde het aan mijn vader van, goh, ik ben met de opera bezig. Cornelis Drebbel. Dus het is Cornelis Drebbel. Hij weet totaal niks van kostuum, kunst en noem maar op. Maar hij weet wel weer heel veel van techniek. Dus hij was zelf, had hij ook les gekregen over Cornelis Drebbel en zijn uitvindingen. En voornamelijk de stoomdruk en die kant. En dat prikkelde me eigenlijk zo ontzettend dat zelfs op de dag van vandaag er nog educatie wordt gegeven over de uitvindingen van Cornelis Drebbel. Waarvan ik dacht, hier moet die tijdloosheid in zitten. Ondanks dat Cornelis Drebbel in de 16e eeuw heeft geleefd, is hij eigenlijk nog vandaag nog steeds bij ons. En waarschijnlijk volgend jaar, dat jaar erop en over 10 jaar waarschijnlijk nog. Dus ik had zelfs iets om dat zo mooi mogelijk of om dat te pakken te kunnen krijgen, moet je eigenlijk een verwijzing maken van die tijd van toen tot nu en dat
allemaal bij elkaar gooien en daar komt één soort ding uit. En dat moet een soort tijdloosheid vormen om aan te geven wat Cornelis Drebbel heeft betekend. Eigenlijk heeft Linda de basis, ja, naar mijn idee de basis gelegd door de tekeningen te maken in kleur en in vorm. En vervolgens zijn we zelf eigenlijk samen de patronen gaan zoeken. Ik heb iets meer patronen in huis dan Linda. Daar zit in echt de vakmanschap. Nou, is zo. En dus eigenlijk ben ik uit gaan zoeken hoe je het kan maken en hoe dat er het mooist uitziet en hoe je de vorm er het beste in kan leggen. Wat je kan accentueren en wat niet. En wat ik heel erg leuk vind in die tijdloosheid, dat we in door met, er zijn 5 dames eigenlijk, maar 4 hoofdrols, daar zijn allemaal 4 actrices, hebben een rok aan met allerlei verschillende rokonderbouwsels. En dat is echt door de eeuwen heen inderdaad. Dus dat begint heel konisch en het wordt steeds wulpser en naar de grond toe. Je wil een beetje variatie maken in grote, dunne, dikke mensen, zodat je op flinke afstand toch silhouetten kan zien. Dus vandaar dat we eigenlijk voor de andere uitvinder in deze voorstelling, de Italiaan, hebben we toch, ik zal hem die even bijpakken. Die hadden we toch, we moeten een beetje vorm krijgen in silhouet. Dus de arme man, we konden niet vragen of die in een paar weken tijd aan wilde komen. Dus toen dachten we, nou, dan doen we het op deze manier. Dus die krijgt een enorme dikke buik. Waar weer een jas overheen gaat. En dat is een beetje wat ik wel in kostuums zoek. En dat is denk ik ook waarom het kleurgebruik, alles flats out. Het is dat filter waardoor we ze heen willen laten kijken. Het sepia filter van terug in de tijd. Want hoe ik het eigenlijk zie is van, het publiek komt eigenlijk binnen terwijl het verhaal al eigenlijk langer bezig is. Dus zij zien een fragment en dat noemen wij dan de opera of het muziektheater, 1 uur en 30 minuten. Maar voor mijn gevoel moet het verhaal eigenlijk al voor die tijd hebben gespeeld, voordat het publiek binnenkomt. En zodra die voorstelling af is, gaat die eigenlijk door. Dus het is niet dat we naar een toneelstuk zitten te kijken. Voor mijn gevoel moet het lijken. En dat zou ik heel graag hopen dat het publiek zoiets zou ervaren. Dat ze denken van ja maar, wij zien een onderdeel van het verhaal. Maar het lijkt alsof ze gewoon doorspelen. Of ze leven. En daardoor, dat is mijn keuze voor toch de volwassenheid van de textiel. Ja, het zijn geen splinternieuwe kostuums die op het podium staan. Het lijkt alsof ze hier heel lang voor hebben geleefd, hebben een ziel. Ik ben Andreas Tiedeman, ik doe de regie van dat stuk, van deze opera. Ik vind het verhaal van de opera en waar de opera over gaat. Ik kende Drebbel niet van tevoren. Toevallig ben ik dit jaar nog bezig met een andere muziektheatervoorstelling. Waar ook een uitvinder een grote rol speelt, Nikola Tesla. Dus ik was sowieso een beetje met uitvinders bezig. Op het eerste gezicht leek het verhaal een komedie te zijn. En, maar als je dan daarmee bezig bent, dan is het toch heel erg boeiend om te kijken wie is deze Drebbel nogal. Is dat, daar gaat het stuk in principe over, is hij nou een oplichter of een geniale uitvinder? En wat is hij dan uiteindelijk in deze opera? En ik vind hij is nog een oplichter, nog een grote held. Hij is gewoon een mens. En hij maakt fouten, ook in de opera. En hij doet ook heel veel dingen heel goed. Dus dat proberen we daaruit te halen en dat proberen we vorm te geven. Voornamelijk heb ik me geconcentreerd natuurlijk op de partituur. En gekeken hoe gaan we met de muziek om. Ook dat is weer deels parallel met mijn opera met Philip Glaas, mijn ervaring met Philip Glaas opera's, want de muziek van Kees Wieringa is vaak ook heel minimal
music-achtig. Dat vind ik heel geschikt voor opera, heel geschikt voor scène. En dus ik ben bezig geweest met de partituur en met demo's die Kees Wieringa heeft gemaakt, geluidsdemo's, om een beeld te krijgen van wat dan straks gaat komen. Dat is natuurlijk iets met een eerste opvoering van een opera. Je kunt niet naar de platenzaak en even een cd'tje kopen en daarna luisteren, want dat bestaat nog niet. Nou, ik heb me voornamelijk dus met het verhaal bezig gehouden, met de partituur en gekeken op welke manier kunnen we dat het beste bij elkaar brengen en hoe geven we dit vorm op toneel. Nou, het hele stuk of de hele encenering is niet historiserend, maar toch spelen we met historische onderdelen, zowel in het decor als ook in de kostuums, als ook nu in de speelstijl. En dat is een spelstijl waarin alles wat je zegt geïllustreerd wordt met je hand. Je hebt het over God, iemand komt binnen, je praat als het ware met je rechterhand. En wat dat oplevert is heel interessant, want je ziet drie zangers op toneel in een scène die allemaal hun eigen verhaal vertellen. Tegelijkertijd, je verstaat het niet, de tekst kun je niet verstaan omdat ze door elkaar zingen. Maar je ziet dan wel drie mensen met gebaren hun eigen verhaal vertellen. En je hebt in de muziek is dat een polyfonie en je hebt hetzelfde heb je dan visueel ook. Nou, dat is heel spannend om met de zangers daar aan te werken en ze doen dat heel goed. Dat is de manier waarop wij Drebbel proberen vorm te geven. Er zijn heel veel mooie scènes. Heel mooi vind ik Ik maak de wereld. Dan heb je een opkomst van Telau in het publiek als een popster met een elektrische gitaar. Tegelijkertijd heb je op het toneel een parallel gebeuren. Iedereen zit op de vloer. Het is een beetje een verbeelding. Bijna een drugsverhaal voor de andere personages en voor het koor. En in dat hele verstilde beeld heb je Maria Tesselschade, die een beetje de muze is en eigenlijk niet van deze wereld. In deze encenering die heel langzaam over 3 minuten 40 of zo over het toneel zweeft. Op rolschaatsen, maar die zie je niet, want ze heeft een hoepeljurk daar overheen. En ze zweeft achteruit 1 keer over het toneel en komt precies met de laatste mate van het lied van T weer op haar uitgangspositie terecht. We zijn weer daar waar het begonnen is. En dat gebeurt op dit toneel en in het publiek heb je een popster opkomst. Dat denk ik is zo'n mooie combinatie. Twee hele verschillende dingen en alle twee heel mooi. Ik ben Kees Wieringa en ik ben de componist van Drebbel, het volmaakte rood. Ik ben eigenlijk opgeleid als pianist. Daarnaast ben ik producent van cd's. En ik ben de laatste jaren ook componist. En het begint steeds een grotere rol in mijn leven te spelen. Ja, en dit is eigenlijk toch wel een van de grootste projecten die ik tot nu toe gedaan heb. Peter Toes heeft me gevraagd. Die kwam op een gegeven moment met een idee van Peter wilde een muziektheaterspektakel rond de persoon Drebbel. En toen zei ik tegen hem, jeetje, waar begin je aan joh? En waarom nou? En het is allemaal weer zo groot. En ja, nee, maar het moet echt groot. En er moet een vijver in. Hij had het al meteen voor zich. En er moet een duikboot in. En die moet naar boven komen. En er moet een orkest komen. En een koor. En we gaan dat helemaal bouwen. En dat is de eerste keer wat hij bij me kwam. En ik dacht meteen, oh nee, moet ik dit wel doen? En ik weet nog, toen heb ik tegen hem gezegd van, nou, laten we dan even een paar dagen over slapen. En toen vertrok hij bij mij uit mijn huis en volgens mij zat hij een half uur in zijn auto naar zijn huis te rijden. En toen belde ik hem al van, ja Peter, ik doe het. Want ja, het is ook wel weer een waanzinnige uitdaging was het. En we hebben ons, eigenlijk heeft Peter volgens mij zich ook niet helemaal gerealiseerd. En ik ook niet helemaal van wat er allemaal op ons af zou komen. Nou ja, en toen is het avontuur begonnen. En toen zijn we een schrijver gaan zoeken, we zijn een regisseur gaan zoeken, stap voor stap. En Peter heeft een heel productieteam om zich heen verzameld. Ik heb alvast muzici gepolst, zangers gepolst. Want ja, dat vind ik dan weer belangrijk. Ik schrijf muziek voor mensen. Niet zomaar in het wilde weg, maar ik vind het heel belangrijk dat ik weet voor wie ik schrijf.
Dus ik had eigenlijk al gelijk een paar mensen op het oog waarvan ik dacht, dat zou mooi zijn als die mee kunnen doen. Waaronder de blokfluitisten, Miyako Klein, de hoboisten. Ik wilde er per se Klaus Simpel bij. Ik vond het ook leuk als Lotte mee kon doen. Lotte Bovie, die nu Maria Tesselschade speelt. Karin natuurlijk. Dus een aantal solisten, dat zag ik eigenlijk meteen al voor me. En daarnaast natuurlijk ook Telau. Ik had 15 jaar geleden ooit een concert gegeven in Zeeland. Op een festival, het Zeeland Nazomerfestival. Had ik geopend samen op een openingsavond. En op diezelfde avond speelde Telau. Ik kende hem helemaal niet. Ja, ik van naam. En ik was gelijk gegrepen door hem. En toen had ik eigenlijk voor mezelf besloten, ik wil ooit wat met die man gaan doen. Ik wist nog niet wat. En dat is eigenlijk al die jaren is dat zo gebleven. Er is nooit iets mee gebeurd. En dit was het moment. Ik zag hem meteen als Drebbel voor me. Drebbel moest een popzanger zijn. Ook om te doorbreken dat het een historisch drama zou worden. Want dat wilde ik vooral niet. Het is muziek. Ik heb muziek gemaakt die heel erg geïnspireerd is door de 17e eeuw, door de baroktijd, door de renaissance. Maar het moest ook met de poten in deze tijd staan. Nou, dat heb ik dan door de popmuziek erbij te betrekken, geef ik daarmee een signaal af. Het is vooral ook van nu. Het is eigenlijk tijdloos. Kijk, als ik componeer, dan zoek ik wel de grenzen op. Hoe ver kan je gaan? Hoe ver kan je gaan in het letterlijk citeren van oudere componisten? Bijvoorbeeld bepaalde citaten uit Vivaldi gebruik ik, of uit Rameau. Zelfs Rachmaninoff komt even langs. Vind ik helemaal niet geen probleem. Dat is een risico wat ik neem. Maar ik ben soms heel ver gegaan. Dat je denkt van dat ik bijvoorbeeld het complete orkest en koor in de scène met de admiraal. Laat ik iedereen alleen maar zingen. Ah, 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 ah. En ook het orkest. Dat is het enige wat ze doen. En eigenlijk had ik dat nog veel langer gewild. Maar dat vonden ze hier op het podium. Dat werd te gek. Maar ze hebben geloof ik 20 maten. Waar ze alleen maar ah, 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 ah. En dat vind ik geweldig. Laat die machine maar gaan. Die machine van Drebbel. Dat is een risico, want je moet de muzici wel zo gek krijgen dat ze dat doen. Maar ze doen het. De essentie van het stuk van Drebbel, het volmaakte rood, is voor mij de waarheid en de onwaarheid. Is Drebbel nou een echte uitvinder? Is het een oplichter? Ben ik als componist nou wel een echte componist? Ben ik misschien een oplichter? Is de muziek, is dat waar? Is dat onwaar? Dat vind ik interessante vragen en dat is de droom waarin we allemaal terechtkomen, hoop ik. Ik ben Kirsten Hutjemakers en ik ben de vormgeefster, of de decorvormgeefster van Drebbel. Ik ben van origine beeldhouwster. Ik ben gewoon autonoom kunstenaar en sinds een jaar of 10 maak ik ook theaterdecors. Er is op een gegeven moment gekozen voor een tijdloosheid. Dus niet om de renaissance na te bouwen, ook niet om in het nu te zitten. Er is gekozen om te zoeken naar een vorm waar wat van alle tijden zou kunnen zijn, maar ook eventueel van de toekomst zou kunnen zijn. Verdere elementen die heel belangrijk waren voor in het decor voor mij waren, omdat het op locatie is, de locatie erbij betrekt. Vandaar dat het hele grote deuren zijn die in het midden scharnieren. Zodat als ik ze openzet, ik daardoor de stad Alkmaar kan blijven zien. Want anders zaten we eigenlijk in een gewoon klein lijsttheatertje. En hadden we net zo goed in het theater kunnen zitten. Dus de omgeving kunnen we op die manier erbij betrekken en ook weer afsluiten. De deur heeft tevens een dubbele functie, omdat het hele stuk speelt zich op twee locaties vast. Zowel in het renaissance heden als wel in de flashback verleden van die periode. En daar hebben we voor gekozen om de ruimte te veranderen door middel van het draaien van de deuren. De deuren die het zijn twee taferelen. Aan de ene kant zit de buiten, dat is zeg maar een soort stadswereld. En als je de deuren omdraait, zit je in een fabriekachtige drebbelwereld. Een soort drebbelwerkplaats is het daar. En dat geeft ook de verandering van scènes aan als dat draait. Dus gekozen is voor zoveel mogelijk een leeg toneel. En de orkestbak heb ik gekozen om die te laten verzinken. Zodat de muzikanten niet in de zichtlijnen zitten van het publiek. Omdat
zo'n groot orkest neemt bijna een derde van mijn podium in beslag. En dat gaat ten koste van speelplek. Het decor is volledig door vrijwilligers gebouwd. Ik heb het vooral ontworpen. Mensen uit Alkmaar die hebben zich allemaal massaal ingezet om dit te realiseren. Bijvoorbeeld Jan heeft de duikboot helemaal in zijn eentje gemaakt. Die wou dat ook echt alleen maar in zijn eentje doen. Hij weet ook hoe het moet. En hij heeft een hele wet van Archimedes toegepast met de hoeveelheid piepschuim die de hoeveelheid waterdruk zou kunnen verschuiven. En Evelijn heeft heel hard met de wielen en alles geverfd en wielen uitgezaagd. Zelf heb ik mijn vader en broer bij de schilder. Die zijn helemaal uit zuiden hierheen gekomen om alles in een week verf te zetten. Hou ik me vooral met de drebbelmachine bezig. Coördineer een beetje dat het een beetje gaat zoals plan. Samen met Peter Toes, die heeft het gezag over alles, de overall view. De drebbelmachine is nog niet helemaal af. De drebbelmachine die kan volledig ingeklapt. Die komt op een lift in de grond. Dit is dadelijk de vloer van het podium. Op het moment dat de flashback komt, komt de drebbelmachine omhoog en draaien de deuren op computerstand, zeg maar, op fabriekstand. Dan worden ze opengemaakt en dan zitten hier allemaal flikkerende lampen in. Dat knippert allemaal en bedieningspanelen. Dan is hier dadelijk een gleuf, daar wordt de floppy ingezet. En op naar aanleiding van die floppy waar een uitvinding opgetekend staat, zijn een soort werkschetsen van de uitvinders. Daar reageert deze machine op, maar ook al die deuren. En die wielen gaan allemaal draaien op dat moment. Er zit ook een hele leuke verrassing in. Er komt een deel dat wordt op een gegeven moment vernield. Omdat het perpetuum mobile is één groot draaiend wiel. En daar zit de speelster zit daar aan vast, die draait daarin mee. En haar vader gaat op een gegeven moment de machine proberen te vernielen omdat hij zijn dochter moet redden. Want hij is niet stop te zetten. Perpetuum mobile is tenslotte een eeuwigdurende beweging. En dat moet dan ook nog ingebouwd worden, een element wat hij gaat vernielen. En dan komt er uit de hele machine veel rook, veel licht. En een heel leuk detail is de stevigste rookmachine. Waar het hele stuk uiteindelijk naartoe gaat, is het creëren van het rood. En dat gaat hier bovenop plaatsvinden. Daar komt een hele mooie rode lamp in en daar komt een grote vaas op. En daarin wordt het rood wel of niet gemaakt. Meer kan ik niet verklappen.